omwille van het feit dat we ook de politieke geschiedenis van Antwerpen kennen, is de kans dat er plotseling een communistische vloedgolf komt, denk ik eerder beperkt. Ja, natuurlijk. Misschien wel met die federale en Vlaamse verkiezingen, maar als je dat gaat vertalen lokaal, zie ik het communistische gevaar nog niet zo direct opnemen. Natuurlijk, het is, vind ik het wel kwalijk dat er twee partijen zijn, Vooruit en Groen, mm-hmm. die de communisten als mogelijke coalitiepartner niet mm-hmm. uitsluiten. Ja. Ja, daarvan verwacht ik toch dat iedereen proper is op zijn eigen. Er wordt altijd zeer verontwaardigd gereageerd over de andere kant van het politieke spectrum. Samenwerken met het Vlaams Belang. Ja, ook daar zeggen wij als N-VA heel nadrukkelijk dat is niet gepast in de stad Antwerpen. Dat gaan we niet doen. Niet zolang Philippe de Winter daar de lijst trekt, voeg ik er maar stilletjes aan toe. Dat is ook een signaal dat die partij geeft naar de kiezer toe. Hè. Mm-hmm. Dat is een bewuste keuze om iemand als Philippe de Winter lijsttrekker te maken. Ja, oké, dat lijkt me dan ook evident de boodschap naar de kiezer te zijn. Dat is dan iemand die het Vlaams Belang zou zien in een stadsbestuur. Ik weet niet wie er gelukkig wordt van Philippe de Winter als havenschepen. Misschien de Chinezen, maar de Antwerpenaar niet. Ja. En internationale investeerders alvast ook niet. Nee. Dus ja, dat neem ik natuurlijk dus die andere partij Groen en Vooruit wel kwalijk, dat ze de deur langs die andere kant wel open houden. Maar zouden dat is absoluut niet in het belang van de Antwerpenaar. Nee, maar...